Map updated. Ah, wat heb ik allemaal gevonden? Totaal niks dus eigenlijk. En nog een assassination contract. Kijk nog even een viewpoint dan. Wat dan zit ik met waar? Oké, er zit een opdracht recht achter. Dus dat is mooi. Ik ga nu wel naar het gedeelte hier toe, maar ja. Zo, het is er waarschijnlijk gewoon niks in de buurt daar. En ja, moet ik ze wel wat teruglopen. Ik heb eigenlijk voor niks dat viewpoint gepakt. Maar als ik zie dat die opdracht erbij is, doe ik het wel even. Sorry, nee. Stoute Ezio. Stoute Ezio Auditori da Firenze. Uit mijn hoofd gezegd. Chicken eyes. Altijd beter om dit soort gebieden te leren kennen eigenlijk. Als je synchronized, dan krijg je best veel te weten. Ik heb bedoeld, je hebt bijna niks hierdoor gezien nu. Bijna niks wat echt, wat echt goed is. Goed. Dokter, de opdracht zit daar bijna direct naast. Maar misschien dat ik... Ik ga sowieso voor alle viewpoints van het hele spel. Eigenlijk. Ja. Mooi. Wacht, ik ga de verkeerde kant op. Ik moet hierheen. Shit, sorry. Oh mooi, er zit ook nog wat in. Oké, let's see here. Over hier, Ezio. Prescott Leach. Who requires bleeding? Dank u wel voor het healen, dokter. That should feel better soon. Maar jij moet spreken. We found Archbishop Salviati. He's barricaded himself inside that villa. Take some of my men. Use them to clear the fields. Then find a way over the wall so you can open the gates. Ah. Command over my own army. A nice change of pace from the usual sneaking and stabbing. I like it. Hey, do it! Nope, je ziet me niet. These walls have stood for 100 years and will stand for 100 more. Stop wasting the lives of your men. Vattene via. All that awaits you here is death. Turn back. Let them have it. Killed by Teofino because he couldn't pay the protection fee. Okay, mooi. You should have listened. Men, prepare yourselves. The assassin has arrived. I need to find a way to open the gates. You Templars, always singing the same song. You think a few mercenaries would hear me?
Oké, mooi. Kom op. Sorry, friend. You are on my list. Your fate is sealed. Got him. Where is Jacopo? He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. Fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. Okay. Okay. Even kijken. We gaan niet eens zoveel doen deze 6 jaar kwam mijn viewpoints. Dus we zoeken nu gewoon alweer een viewpoint. En dan plaats ik een papiertje van de muur of kan rukken. Of iets waar ik nog een authority weg kan halen. Joehoe, oh. Wauw. Oké, mijn best. Nou, dit is dus wel. Oké, mijn best. Kom op, Ezio. Klimmen. Klim zoals je nog nooit geklommen hebt. Synchronize. Maar ik zag ook iets. Oeh. Veren. Ah. Mis. Oké. Volgende punt. Hier. Viewpoint, I'm coming for you. Kan ik niks aan doen? Jullie pinnen weg. Ik doe alleen mijn taak. Ik ga alleen maar. Ik ben alleen maar rustig aan het recorden. Hoe kan ik dan iets verkeerd doen in die richting? Waarom ik niet kan lopen zoals ieder ander? Omdat ik een assassin ben. Omdat ik op de top van een gebouw moet zijn. Omdat ik True Riddleton ben. True Explosive Riddleton. Of Ezio Auditori da Firenze. Of gewoon Ezio, zo kun je het ook gewoon zeggen. Dat is voor mij ook makkelijker. Nog 6 minuten. Ik heb mijn best. Map updated. Nog gebiedjes die ik eraf kan plukken. Nope. Even kijken. We racen even snel op punt. Hier is mijn paard. Het eerste wat we gaan doen sowieso is die viewpoints. Oké. Dat was niet helemaal de bedoeling. Kan ik dan eens niet doorheen. Mijn best gaat dan een klein beetje omheen. Maar ook echt gewoon nog maar 5 minuten dus. Misschien
Misschien moeten we buiten de stad toch een paar papiertjes gaan vinden. Lijkt me wel handig. Hier is het. Oké. Papiertje in de stad, uiteraard. Want waarom niet? Dit ziet er eigenlijk hartstikke mooi uit. Oké, dat moet dan ook weer niet gebeuren. Ik moet verder. Oké, dat mooie grote gebouw die moet ik hebben. Oké, mooi. Hooray! Hooray! We did it! Shit. That wasn't a leap of faith. Dat heb ik niet bepaald, maar oké. Okay. Is papa dan wel gevolgd? Volgens mij niet. Nope. Of toen moet het zometeen nog aankomen, maar... We zitten de volgende destination alvast. Snel ook naar de volgende locatie, want we hebben actie al met 3 minuten en ik wil wel even het laatste viewpoint in dit gebied hebben. Wat zou ik extreem handig vinden. Hoe meer viewpoints, meer vreugd eigenlijk. Oh, ik zie hem dat helemaal in de verte. Dat wordt leuk. Oh, ik zie wel precies waar ik moet zijn, dus. Nee, ik heb niet gedronken. Dit is gewoon hoe ik normaal beweeg. Zie je nog een paard? Of iets dergelijks, of niet? Nope. Oké. Drie cards. Ah, we zijn er al bijna. Misschien dat het niet bepaald halen binnen... Nou ja, we gaan het wel halen binnen 2 minuten. Maar of we er boven zijn binnen 2 minuten. Een 1,5 minuut nu zelfs. Dat is nog maar de vraag. Oké. Okay. Running. Oh. Kijk eens aan. Ik vind het altijd leuk om de chat in de gaten te houden. Ik moet het echt vaker doen. Of voor fuck's sake. Hè? We did it. Zelfs nog binnen de 2 minuten. Zelfs als boven. Holy shit. Maar dit was het voor deze keer. Dan ga ik al laatste wissel in de beschrijving. Kijk alleen zo meteen nog eventjes naar de map. Dat is nu toevallig. Doordat er veel het gebied erbij uitgekampt. Volgende keer. Ga deze memory start doen. En daarna gaan we eigenlijk de stad weer in. De volgende sessie wordt waarschijnlijk ook een half uur sessie. Dan ben ik alleen thuis. Dus dat is simpel. Ik bedank jullie voor het kijken.
Dan gaan we assassinations doen. Gaan we ook weer brief bezorgen. We gaan iemand in elkaar slaan. We gaan een race doen dan. Ik zou zeggen, het gaat hartstikke leuk worden. Beste kijkers, tot de volgende keer.